Met hoeveel gaan we winnen vandaag? Ik hoop dat we gaan winnen. Ik denk dat dat vooral een heel belangrijke zaak gaat zijn. Vandaag winnen, de volgende twee thuiswedstrijden, dan pas kunnen naar boven gaan kijken in het klassement. Ik vrees dat als we niet winnen vandaag, dat we voor die eerste periode toch echt wel naar beneden gaan moeten kijken. Gewoon hopelijk winnen, hè? Hopelijk winnen. Maar gewoon met de vrienden een pintje drinken op zondagavond, 8 uur. Niet zo veel volk, denk ik, maar diegenen die er altijd zijn, zijn er. Hè? Dus we amuseren ons wel. Dat die goed spelen vandaag en dat die 2-0 gaat winnen. 0-2 gaat winnen. En wie gaat er dan scoren? Björn Vlemings en Tuur Dirks. En wie is jouw favoriete speler nu? Tuur Dirks. Ik hoop 0-1. Kom op, gewoon winnen. 0-1 is goed, 0-2 is goed, 1-2. Pak een Dirks, Maurice. Ik hoop gewoon een Tuur misschien. Ja, voor de rest. Maakt niet uit. Eigenlijk maakt het niet uit. Maar een Tuur verdient wel een goaltje, vind ik. Antwerp dat trouwens in het zwart speelt. En scheidsrechter Ken Vermeijren heeft de wedstrijd op gang gefloten. Die vindt niet meteen een aanspeelpunt, dus moet zelf meters maken. Altijd gevaarlijk, maar dit is een mooie combinatie. Waardoor Van Steenkisten meteen op de helft van de tegenstander staat. Is nu Warempel diepste man. Gaat dan naar rechts naar Camus. Camus kan die schieten. Nee, pas naar Limbombe. In de 16. Limbombe terug naar Camus. Camus kan schieten. Bij het katje moet en scoort! Staat 0-1 en wat een prachtige aanval van Antwerp. Begon daar vanachter bij Duplus. Maakt daar meters, speelt daar dan Van Steenkisten vrij. Gaat dan centraal. Gaat dan naar rechts. Camus, Limbombe, terug Camus. En dan een fantastische trap van Fabien Camus. 0-1. Een mooi begin van de wedstrijd, want we zijn nog maar 11 minuten ver. Het is Omelo, Vlemings, kaats naar Camus. Dan kan het snel gaan op rechts. Limbombe dan een mindere controle. Limbombe dan toch gaat schieten in de handen van Bernardo. Komt er toch op zijn minst één mannetje wat weg. Bal wordt nu gegeven. Weggekopt door Vlemings in de voeten van Dirks. Controle is minder. Waardoor er een nieuwe voorzet kan komen. Wordt daar gekopt tegen. De lat wordt die daar gekopt. Kwam daar van heel ver. Tejina kon er enkel maar naar kijken. Maar bal strandt daar op de lat. En dan op links Limbombe aanspeelt. Wordt daar weer onderuit geschoffeld. En dat moet toch weer een kaart zijn. Die komt er nu ook wel. Gele kaart voor rechts achter Dutois. Nou, dat is toch niet de eerste aanslag daar op een Antwerps been. Terwijl er twee ballen op het veld liggen. En dan kan de grensrechter die eigenlijk gewoon over het veld spelen. Maar die blijft gewoon staan. Camus moet helemaal daar naartoe. Om dan de bal buiten te tikken. Lag werkelijk voor de voeten van de grensrechter. Kort gespeeld naar Limbombe. Maar moet opnieuw gespeeld daar worden. Voor onduidelijke redenen. Is dit onwil of onkunde? Ik denk vooral het tweede eigenlijk. Camus nu indraaiende bal naar Vlemings. Vlemings kopt in de handen van Bernardo. Voorzet komt daar terug richting Diallo. Bal wordt naastgekopt en dan wordt het een hoekschop. Van Steenkisten naar Heijremans. Terug naar Duplus. Mindere controle van Duplus en dan Diallo op wandel. Diallo 1 tegen 1 tegen Jezina. En dan gaat Diallo daar neer. En dan wordt dat een rode kaart. Oh, 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 de rode kaart voor Duplus. Ging daar hangen aan Diallo en die ging daar slim neer. Buiten de 16. Maar wel een rode kaart voor Duplus. Het wordt hier nog een lange wedstrijd. Frederik Duplus. En een vrije trap op een interessante plek. Ja, mist daar zijn controle. Ook heel wat roodhemden daar in de zwarte muur van Antwerpen. Het wordt Babic. Babic gaat schieten in de muur. En Shingelia. Hakje naar Bitch. Geen buitenspel. Voorzet. Komt. Komt daar. En hij wordt daar binnengeschoten. En het staat 1-1. Ik denk dat het Ba was. Ja. En zo eindigt Antwerp de eerste helft in mineur. Op rechts moet Camus aanklampen. Voorzet komt daar naar Diallo. En Ba uit de tweede lijn gaat schieten van ver. In de handen van Jezina. Maar dan gaat Vlemings jagen. Opletten daar. Van Steenkisten die hem dan toch in de voeten van Dirks kop.
Ook Limbombe staat erbij. Dirks gaat er 16. Gaat schieten, buitenkant voet. Ah, het was te moeilijk. Beetje extra ruimte op het middenveld. Verdeelt het spel. Giet nu op links. Die Grassa en dan de overtreding van Jordan Remacle. Die heeft al geel, dus dat is opletten, want dit had gerust een tweede gele kaart kunnen zijn. En dan speel je plots nog met een man minder. Paasje te ver voor Vlemings. Van Steenkisten kan hem wel terug meegeven aan Vlemings. Oeh. En dan een stevige overtreding daar van Touré. Krijgt daar dan ook meteen de gele kaart voor. Bavink daar op rechts. Dudouat, die heeft wat ruimte. Dirks probeert het gat dicht te lopen. Komt er nu bij. Dudouat toch met links. Gaat ver naar... Oei. Naar Diallo. En die kopt hem daarvoor bij Jezina. Dat is een vreemd doelpunt, want daar leek niets aan de hand. Want Jezina dekte daar de korte hoek. En ik dacht even dat die bal gewoon naast ging. Maar nee, die gaat toch het doel in. En dan staat het hier 2-1. En dan ruimte op rechts. Eerst plaatsjongetje Vlemings. En dan Remacle op rechts. Maakt daar meters. Vlemings gaat daar 16 in. Remacle in. Het centrum nu speelt de bal voor. En dan een hensbal. Ja, zeker. Dat is Hens van Fabre. En daar wordt ook voor gefloten. We hebben een penalty. Ja, dom van Fabre. Want die bal ging helemaal nergens naartoe. Kan het zelf niet geloven. Maar bal wijkt op zijn arm af. En dat was ver van doen. Iedereen in de perstribune houdt zijn adem in. Net als de 500 meegereisde Antwerpsports. Fabien Camus gaat hem schieten en hij wordt gered door Beunardo. Oh, oh, oh. Het was nogthans een goede penalty van Fabien Camus. Goed naar het hoekje. Stevig getrapt, maar Beunardo koos daar gewoon de goede bal. De goede hoek wil ik zeggen. Waardoor hij de bal redt. De bal komt nu toch. Wordt daarvoor gegeven. Vlemings. Vlemings komt hem erin. Het staat 2-2. 10 minuten voor het einde. Bjorn Vlemings. Antwerpen blijft weer. Bjorn Vlemings. Met zijn tweede van het seizoen. Wordt daarmee topscorer. Ja, goede voorzet van Fabien Camus. Lange bal wordt gegeven. Laag. Omlo kan hem tikken. Niet tot bij Buil. Wel Touré. Die meters maakt iedereen nu op de speel van Antwerpen. Goede diepe bal. Pizet. Die bijna zijn eigen doelman daar verschuilt met Jezina. Een communicatieprobleem. Bal gaat wel naast. Dat is jammer. Want zo geeft een hoekschop weg. Omlo recupereert. Speelt hem naar NDI op rechts. Gaat daar de voorzet geven. Fabre kan hem wegkoppen. En ook Camus krijgt hem niet naar voren. Opletten voor de counter nu. Diallo. Nee, het hoeft niet meer. Tubeke, Antwerp eindigt op 2-2. Na een thriller van formaat. We hebben hier een wedstrijd gezien op het scherps van de snee met bij wijle goed voetbal. En daarmee sluit ik ook deze avond af, dit weekend af liever. En volgende week is er weer een nieuwe wedstrijd. Graag tot dan.